We staan hier bij Xorta van Team Reflex. Team, waar komen jullie vandaan en wat doen jullie nou vooral? Wij komen uit het hele land sowieso. Team Reflex is een Nederlandse clan met alleen maar Nederlanders. We hebben ongeveer 40 man. En vandaag zijn we met twee Modern Warfare teams gekomen om hier aan dit toernooi mee te doen. En hoe zijn de kansen tot nu toe? Zijn jullie al een beetje aan het winnen of ligt het een beetje half-half? Nou, niet helemaal, want we hebben eigenlijk één team wat meer voor de fun is. Het is een beetje bij elkaar raapsel. Gewoon leuk om mee te doen en om gezicht een keer te zien. Want... En daarnaast hebben we wel één team wat wel enigszins kans heeft. Alhoewel het niveau hier wel behoorlijk hoog ligt. Dus... Hoe denk je, waarom ligt het niveau hier hoog en wat verschilt het met andere evenementen? Dat is vooral door de teams die hier zijn gekomen. We hebben sowieso een Duits team wat echt zwaar gesponsord wordt. Farico hebben we. Dat is natuurlijk ook een zwaar gesponsord team. H2K, nou, dat zijn allemaal namen waar wij nog lang niet in de buurt komen, zeg maar. Welke spellen doen je nog meer met Team Reflex? Of is het echt alleen maar shooters? Nee, Modern Warfare 2 doen we dus. Maar dat is niet echt onze topgame eigenlijk. De beste game die wij spelen is Guitar Hero. Daar hebben wij wel de beste spelers van Nederland in het team zitten. We hebben ook Halo 3. En daar zijn we ongeveer gemiddeld op. Dus nu een beetje aan het inkakken eigenlijk. En natuurlijk FIFA, daar hebben we heel veel goede spelers. Ook een paar echt Nederlandse toppers. Als laatste vraag, wat kunnen we nog van jullie verwachten het komende jaar? Sowieso willen we Modern Warfare 2 even flink gaan oppakken. We hebben hier gezien dat met weinig oefenen al die topteams behoorlijk moeilijk kunnen maken. Dus dat ziet er goed uit. Guitar Hero willen we wel echt... wat meer op gaan doelen, omdat we daar zoveel goede spelers voor hebben. En voor de rest zien we nog wel, Elo Reach komt er natuurlijk aan, dus dat wordt sowieso een game die we gaan oppakken. En naast Team Reflex organiseren we ook nog toernooitjes, dat genaamd via Reflex GT zoals het heet, Reflex Gaming Tournaments. En zo dragen wij dus ook bij aan competitief gamen in Nederland. Dus het is niet alleen dat wij spelen, maar wij organiseren ook. Oké, nou, dat klinkt heel goed. Dus hartstikke bedankt voor het interview. We staan hier bij een team die speciaal uit Duitsland is gekomen. What's the name of your team? This is Aspy Dynamic. You're a pro team from Germany? Yeah. Do you go to a lot of those events? Yeah, this is our second one and we want to go to 4 or 5 events this year. And how do you pay for them? Our sponsor, Biodynamic here, helps us a lot, yeah, thank you for that. And of course our clan, yeah, TZS, helps us a lot too. You're the clan leader or something like that? Or no, we are the team, yeah. They're the four players, I'm coach and manager, and the clan leader is not here today. Okay. And what are you doing the coming year with events or tournaments or something like that? Which tournaments are you going to, or you want to go to this year? Yeah, this year, this one, then in April DGC, also Dutch Gamescom, then ECL for sure in Liverpool in August, end of July, and maybe some other lands like Game Assembly in Paris, or yeah. Okay. And how are you doing today with the competition? Are you winning? Yeah, we won our first match very easy. Now we have a very hard match against Deviant. Not very hard match against Deviant, yeah. It's now 1-1, and we have a break now. And just last question: why is your team the best team in Modern Warfare? We are not only good players, also good friends, and teamwork is very good. And yeah, that's it. Okay, thank you. Yeah, thank you.